Goedemiddag, ik sta aan de top, of nee, niet aan de top, ik sta op Inhues, op Alpe d'Huez, waar bij dag 1, dag 1 van Alpe d'Huez. Echter, denk ik, daar gaat Arman trouwens. Kom Arman! De runnerscoördinator, die zelf dus op dag 1 loopt. Ja, geweldige sfeer, hele grote... En zojuist het goede nieuws gehad dat, dat team Alpe d'Huez, het Super Villers Alpe d'Huez team, meer dan 500.000 euro aan sponsoring heeft binnengehaald. Voor diegenen die mij een beetje gevolgd hebben op Facebook en Twitter, is het een klein wondertje dat ik hier ben. Mijn vader ligt op dit moment op de intensive care als gevolg van complicaties bij een operatie die hij moest ondergaan in de nasleep van zijn longkanker. Waarbij te proberen uit te vinden of hij naast longkanker nog een derde vorm van kanker heeft. Maar ja, dat maakt deze Alpe d'Huez voor mij wel heel speciaal. Ik loop hem dan ook voor mijn vader, voor Nico Breedijk. Morgen is het mijn beurt. Nu zijn deze kanjers aan de slag. Ze doen het geweldig. En ik, we zien het morgen wel hoe het allemaal loopt. Goedemorgen, 3:30 zo'n beetje in de ochtend. En het is hier al een gezellige drukte. We zijn allemaal net met auto's naar de startplein hier vervoerd. En wachten nu gezellig op de start van de Alpe d'Huez. Spanning is, gezonde spanning is aanwezig. Vannacht goed geslapen, een beetje kort alleen. Nu dus tot 12 uur voordat ik sliep. En dat de vanmorgen de wekker ging om 2 uur, had ik toch zoiets van... Hé, het is toch gelukt, ik ben toch in slaap gevallen. Ik had best wel wat last van... het is geen wedstrijd, maar toch wel wedstrijdspanning. Anyway, om 4:30 gaan we starten. En in het donker, ik ben er klaar voor. Goedemorgen, bocht 11 weer gehad, hier achter mij. En je ziet het hele lint van fietsers. Ik heb het volgens mijn runkeeper statistieken in 1 uur en een beetje gedaan. Sneller dan ooit. Gevoelsmatig voelt het alsof ik pas een half uurtje bezig ben. Ondanks het vroege uur toch veel support langs de weg. Met name op de lagere bochten. Maar ook hier in bocht 11 weer. Dus ik ben dik tevreden. Passeer het punt, het is rond 40%. We zien het. Hoi. Naast al die kanjers op de berg. Vandaag mijn eigen 3 kanjers. Hey kindjes! Ah, top! Dank jullie wel! Top! Dankjewel! Hup, papa, je kunt het! Dankjewel! Tweede keer. Bocht 11. Tweede keer. Zo'n beetje halverwege voor mij.
En een mooie vlakke bocht. Dus ik wil even lekker de spieren strekken. Eerste klim is goed gegaan. In 2 uur 52 minuten. Kom op, hè. Dus dik 5,5 in duur. Helemaal tevreden mee. Ik zal de links weer bij dit artikeltje plaatsen. En ik ben nu bezig met de tweede klim. De eerste 3000 euro aan suikerklontjes staan boven in onze verzorgingspost. En de tweede set daar, die hangt nu op mijn rug. Dus, ook deze weer voor jou, pa. Oké, zijn we in de US. Altijd heel druk punt in de route, omdat hier de kabel aan vanuit Alpe d'Huez aankomt. Veel publiek. Dankjewel. Een klein feestje. Succes lopen, hè. Dankjewel. Succes, jongen. Hey. Goed zo. Dankjewel. Geweldig hier. Hey, dankjewel. Dankjewel. Nog geen muziek hier. Dankjewel. Nu volop muziek. En dat doet altijd goed. Dankjewel. Dankjewel. Nou, absoluut. Je ziet er absoluut niet op mijn vlog eens anders uit. Ik ging er helemaal in de kloten. Ik zal niet als de kleine kinderen luisteren, maar dat is wel het beste woord ervoor. Daar is bocht 3. En bocht 3 was, toen ik hier 4 weken geleden was, 1 wei met hele paardenbloemen. In bocht 3 heb ik een kaarsje opgestoken voor mijn vader. Die op dit moment op de intensive care van het VU Medisch Centrum in Amsterdam ligt. Met complicaties bij een operatie als gevolg van longkanker. Dus nu ben ik even het potje uitgebreid zitten janken. Nu ben ik er weer klaar voor. Ik ga verder. Ik ga hem opvreten hier weer. Voor jou, pa. Zo, na gedane arbeid is het goed rusten, zeggen ze dan. Het zonnetje komt door en deze jongens vindt het mooi geweest. Ik heb 2 beklimmingen gedaan. Ik heb 3000 suikerklontjes, 6000 suikerklontjes van de Dal naar top gebracht. Ik heb dik 8000 euro opgehaald voor Stichting Alpe d'Huez. En mijn knie zegt mij dat ik echt niet meer moet gaan doen. Ik had heel graag meer willen doen, omdat we een sponsor hadden die ons €250 per extra klim had toegezegd. Maar helaas, het is genoeg. Het is mooi geweest. Ik vind het een geweldig evenement.
Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En de volgende keer zien we wel weer. Bovenop ja, de goede sfeer en de prestatie kwam ook nog dat mijn vader vandaag om 2 uur van de bademing afgehaald is. Het is nog niet zeker of dat nou gebeurt, ja, of dat nou blijvend is. Het zou kunnen zijn dat het weer teruggeplaatst wordt, maar ja, we zien wel. Voorlopig wel goed nieuws. En ja, speciaal op deze dag is dat een hele goeie. Goed, ik spreek jullie een volgende keer weer. Marsman, dromen worden werkelijkheid. Ken je dat, Frank? Dat je samen met iemand op een tandem zit en dat je opeens in je eentje verder rijdt omdat je tandemrijder op de foto moet met de collega's die gefietst hebben? Nee, tandem is niet mijn stijl. Ik ben meer van het lopen. Je hebt gelopen, hè? Ja, ik heb gewandeld met een rugzak. Een aantal mensen die zullen mij ook wel gezien hebben hier. En in die rugzak zat een bordje suikertransport op. En in de rugzak zat 15 kilo suiker. Ja, in klontjes, want je hebt erover verteld al heel kort bij ons in de actielijn een paar weken geleden. En dat vonden wij een fascinerende actie, want elk klontje stond voor een geldbedrag. Ja, ik heb zitten nadenken van ja, wat is nou een leuke actie om gesponsord te worden? En wat kennen mensen nou? Ja, een suikerklontje is heel bekend. Dus elk suikerklontje stond voor 1 euro. En ik had zoiets van, nou ja, 6.000 euro, dat lukt mij nooit. En uiteindelijk heb ik bij 6.000 suikerklontjes moeten zeggen, jongens, nu neem ik alleen nog maar virtuele suikerklontjes mee. En de rest was, de rest heb ik wel nog sponsoring aangepakt. Maar geen suikerklontjes meer, want ik heb totaal 30 kilo suikerklontjes van het dal naar de top gebracht. Ja, dat is prachtig. Hoe zwaar is dat op je rug, 15 kilo, als je bergop moet lopen? Nou, als ik het nu aan mijn knie vraag, dan zegt mijn knie te zwaar. Het is echt heel zwaar. Ik heb getraind met een hartslagmeter om gewoon eens om te kijken wat het doet. En dan zit je gewoon, loop je 3 uur met een hartslag van tegen de 100, 160, 170 gaan. Dus gewoon, menig fietser. Dat lijkt op fietsers inderdaad. Ja, je kunt het echt wel vergelijken. Het is, ik liep nog te dromen van een derde keer, maar... die droom die viel bij bocht 4. De tweede keer viel die echt volledig in duigen. En worden die suikerklontjes nu hierboven op de berg weer geveild? Want dan leveren ze nog weer extra geld op. Ja, je moet overal geld uithalen bij deze actie, vind ik. Ja, ze worden niet geveild. Ik ga met mijn collega's van Schubert Villers en de kok daar gaan we het verwerken tot fudge. Okay. En die fudge die is te koop. Kijk op fudge.sbpad6.nl. En daar staat een uitleg en hoe je het kunt bestellen. En op die manier proberen we er weer nog een keer geld van te maken. Gaan ze toch weer opnieuw geld opleveren? Je hebt het niet voor de lol gedaan, hè? Nee, dit is niet voor de lol. Ik had al een hele hoop redenen om hier aan te beginnen. En toen ik dat besloten had, toen bleek dat mijn vader longkanker kreeg. Afgelopen donderdag kregen wij het nieuws dat mijn vader bij een operatie vanwege zijn longkanker, als gevolg van zijn longkanker, complicaties gehad had en daar op de intensive care van het VU terecht gekomen is. Waar hij op dit moment nu nog ligt. Ik heb hem gelukkig kunnen vragen of hij het goed vond of ik ging. En dat heeft hij met een knikje beantwoord. Want dat was de enige communicatie die mogelijk is. Loodzware tijden. Emotionele rollercoaster. Ben je niet heel gauw naar huis nu? Eigenlijk wel. Alleen ik weet niet of ik al een aantal uren in een stoel stil kan zitten. Het is heel dubbel. Aan de andere kant, ik weet dat hij goed verzorgd wordt. Ik weet dat mijn familie er voor hem is. En ik kan hier net zoveel doen als daar. Dus ik ga hier mijn onmacht omzetten in kracht. Dankjewel.